Heb jij je zaak op orde als je overlijdt? Misschien niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar wel heel belangrijk. Want als je onverwachts komt te overlijden, zorgt een overlijdensrisicoverzekering ervoor dat je familie en geliefden een uitkering krijgen. Op die manier laat je ze achter zonder financiële zorgen. In deze video ga ik je glashelder uitleggen wat een overlijdensrisicoverzekering is en hoe je de verzekering kiest die bij jou past. Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Een overlijdensrisicoverzekering keert geld uit wanneer jij, of bijvoorbeeld je partner, binnen de looptijd van een verzekering overlijdt. Het wordt ook overlijdensverzekering genoemd, of afgekort tot ORV. Zo'n ORV is belangrijk omdat je inkomen wegvalt als je overlijdt, terwijl de kosten van het leven gewoon doorgaan voor mensen die je achterlaat. Met de uitkering kunnen nabestaanden het weggevallen inkomen opvangen. Die gedachte geeft een hoop rust. Of het nu gaat om de kosten voor de kinderopvang, de huur, de hypotheek of de studie van je kinderen, met een ORV kunnen je nabestaanden zich financieel redden. We zien dat een ORV vaak wordt afgesloten in combinatie met een hypotheek. Maar ook als je een woning huurt, kan een ORV heel belangrijk zijn. Want als je overlijdt en je inkomen wegvalt, moeten je geliefden de huur gewoon doorbetalen. Het risico op overlijden is misschien klein, maar de financiële impact is groot. We horen namelijk vaak dat mensen niet in hun vertrouwde huis kunnen blijven wonen, omdat ze door het wegvallen van een familielid de lasten niet meer kunnen betalen. Wie de uitkering ontvangt, bepaal je helemaal zelf. Veel mensen kiezen bijvoorbeeld voor hun echtgenoot of geregistreerd partner, hun kinderen of andere erfgenamen. In deze video gaan we ervan uit dat jij de verzekeringnemer en de verzekerde bent. Is een ORV hetzelfde als een uitvaartverzekering? Een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering vallen beide onder levensverzekeringen, maar ze zijn niet hetzelfde. Veel mensen denken dat ze geen ORV nodig hebben omdat ze al een uitvaartverzekering hebben. Maar dat klopt niet. Beide verzekeringen keren een bedrag uit nadat je overlijdt. Maar toch zijn er grote verschillen. Met een uitvaartverzekering kunnen je nabestaanden de kosten betalen voor een uitvaart, zoals een begrafenis of een crematie. Deze verzekering heeft geen einddatum en keert altijd uit, hoe oud je ook wordt. Daarom is de premie voor een uitvaartverzekering hoger dan voor een overlijdensrisicoverzekering. Met een overlijdensrisicoverzekering verzeker je de kosten van je weggevallen inkomen. Deze verzekering keert alleen uit als je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Je nabestaanden kiezen zelf waar ze de uitkering voor gebruiken. Wat verzeker je bij een overlijdensrisicoverzekering? Met een uitkering uit een ORV verzeker je verschillende financiële risico's als je overlijdt. Zoals het wegvallen van je inkomen, maar ook de hypotheek of huur, zodat je nabestaanden niet hoeven te verhuizen. De studiekosten voor de kinderen, zodat ze de studie kunnen blijven betalen. Of de aflossing van persoonlijke leningen, die anders naar nabestaanden doorschuiven. Kortom, met de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering heb je veel financiële zekerheid en rust. Wat kost een overlijdensrisicoverzekering? Voor een paar euro per maand heb je al een ORV. Hoeveel premie je precies betaalt, hangt van een aantal dingen af. Zoals het bedrag dat je verzekert, hoe oud je bent of je rookt. Bij de start van de verzekering wordt ook altijd je gezondheid beoordeeld. Je vult hiervoor eenvoudig online een gezondheidsverklaring in. Meestal kan de verzekering meteen ingaan. Soms is het risico op overlijden hoger. Dan wordt een hogere premie gevraagd of kan de verzekering niet doorgaan. Bij Interpolis kies je zelf hoe je je premie betaalt. Bijvoorbeeld elke maand dezelfde premie, dat noemen we vaste premie. Of elke maand een andere premie, dat noemen we een variabele premie. Maar wat is nu precies het verschil? Bij een variabele premie is het bedrag dat je betaalt elke maand anders. Je betaalt alleen voor het risico dat je loopt op dat moment. Als je jong bent, is de premie vaak lager. Het kan prettig zijn om in het begin, als je jonge starter bent, een lagere premie te betalen. Bij een vaste premie is de premie die je betaalt de hele looptijd hetzelfde. Wat voor soort overlijdensrisicoverzekeringen zijn er? Je kan kiezen of het bedrag dat je verzekert de hele looptijd gelijk blijft, of dat het elke maand daalt. Je kiest voor een dalend verzekerd bedrag als de kosten die je op wilt vangen tijdens de looptijd steeds lager worden. Bijvoorbeeld als je een hypotheek hebt, die je elke maand aflost, of als je spaart voor de studie van je kind. Hoe langer je leeft, hoe meer je hebt gespaard of afgelost. Nabestaanden hebben dan minder uitkering nodig. Kies je voor een annuitair aflopende dekking, dan neemt het verzekerd bedrag elke maand af op basis van een percentage. Deze dekking is verstandig als je een annuïteitenhypotheek hebt. Een andere optie is een lineair aflopende dekking. Het verzekerd bedrag daalt dan elke maand met een vast bedrag. Je kunt er ook voor kiezen dat het verzekerd bedrag gelijk blijft gedurende de gehele looptijd. Dit is verstandig als de kosten die je wilt opvangen gelijk blijven. Bijvoorbeeld omdat je een schuld hebt waar je niet op aflost, zoals een aflossingsvrije hypotheek. Of als je wilt dat je nabestaanden voor een vaste tijd, bijvoorbeeld 10 jaar, een inkomen kunnen opvangen en de huur kunnen betalen. Nadat de looptijd is verstreken, stopt de verzekering. Hoe bepaal je welke overlijdensrisicoverzekering bij jouw situatie past? Om te bepalen welke ORV het beste bij jouw situatie past,
is het goed om na te denken wat je nabestaanden nodig hebben als er na jouw overlijden een inkomen wegvalt. Aan wie wil je de uitkering nalaten en waar is het geld voor nodig? Is het voor je studerende kinderen? En als je situatie verandert, bijvoorbeeld wanneer je een kind krijgt, kun je de ORV altijd onder de loep nemen en aanpassen waar nodig. Wil je kijken welke ORV het beste bij je past en hoeveel maandelijkse premie je daarvoor betaalt? Klik hiervoor op het i'tje. Daar sluit je de ORV ook direct af. Hoe sluit je een overlijdensrisicoverzekering af? Het afsluiten van een ORV is bij Interpolis heel eenvoudig. Als eerste vraag je online een ORV aan op rabobank.nl. Je ontvangt daarna een aantal gegevens om in te loggen in de online gezondheidsverklaring. Daarin staat een aantal vragen over je leefstijl en gezondheid. De medische dienst beoordeelt de ingevulde gezondheidsverklaring en geeft advies over het afsluiten van een ORV. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een financieel vangnet kunnen regelen en willen daarom zoveel mogelijk mensen een ORV aanbieden. Alleen als de kans om te overlijden te groot is, kan je de verzekering helaas niet afsluiten. Wat zijn de voordelen van een overlijdensrisicoverzekering bij Interpolis? Een overlijdensrisicoverzekering van Interpolis brengt veel voordelen met zich mee. Via de Rabo-app of rabobank.nl kun je je verzekering makkelijk afsluiten en inzien. Je krijgt een snelle medische beoordeling, zodat je meteen weet of je verzekerd bent. Je kunt kiezen tussen vaste of variabele premie. Je verzekering is dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn. En je hebt al een overlijdensrisicoverzekering voor een paar euro per maand. En rook je langer dan 2 jaar niet? Dan is je premie lager. Wat is een zakelijke overlijdensrisicoverzekering? Je kan een ORV ook zakelijk afsluiten, zoals in een BV. De verzekering wordt dan bijvoorbeeld afgesloten op het leven van de directeur van een onderneming. Met het geld dat dan uitgekeerd wordt, kunnen partners bijvoorbeeld een aandeel van je bedrijf overkopen. Zo hebben nabestaanden niet te zorgen en kunnen de partners door na het overlijden. Wil je alles over de ORV nog een keer rustig bekijken? Klik dan hierboven op het i'tje. Vond je dit een interessante video? Bekijk dan ook ons YouTube-kanaal. Dan vind je nog veel meer video's over onze verzekeringen. Vergeet dan ook niet te abonneren, dan blijf je altijd op de hoogte. Doei!